Nou, welkom uh, allemaal. Geen verrassing, Tom stond gisteren natuurlijk al op het veld. Uh, maar ik vind het wel noodzakelijk om uh, even iets te zeggen hoe de dingen gegaan zijn. Contact is er al langer uh, met Frank. Uh, We hebben wij attent gemaakt dat Tom niet helemaal gelukkig was met zijn rol bij Letje. Nou ja, Als je kijkt naar zijn statistieken hier in Nederland en je kijkt naar zijn leeftijd, dan is het gewoon al uh, op hele jonge leeftijd een hele ervaren speler. Uh, van iedereen die in het buitenland speelt, daar hoor je van dat het keihard trainen is een ander leven. Dus daar word je alleen maar sterker van. Dus ook al heeft hij wellicht iets minder gespeeld dan hij zelf gehoopt had, denk ik dat hij een nog completere middenvelder aanvaller. Want ja, eigenlijk is Tom een speler die op, op meerdere posities kan spelen. En ja, dat maakt het voor een trainer en voor mij uh, wat, wat makkelijker om, om bepaalde mensen in een elftal onder druk te zetten. Wij denken dat we uh, van Tom een nog betere speler kunnen maken. Uh, en dan bedoel ik vooral qua rendement. Want als ik nu naar de trainingen kijk, als ik zie hoe hij kan voetballen, dan moet het op een gegeven moment vertaald worden ook naar goals en assists. En ik, ik ben ervan overtuigd met deze staf dat het gaat lukken. Tom, afkomstig uit de jeugdopleiding van van AZ, ja, die hebt inmiddels wel een knop een naam opgebouwd. Ja, ik, ik was er vroeg bij, denk ik. Als ik kijk naar hoeveel wedstrijden ik heb gespeeld, dan, dan zijn het de aardig wat aan mijn leeftijd, denk ik. Ja, ik hoop daar hier een vervolg aan te geven. Bij AZ heb je twee jaar gespeeld en daarna ben je naar Willem II gegaan. Ook daar was je lang basisspeler. Toch verlengde ze toen je contract niet. Heeft dat je toen verbaasd of niet? Nee, eigenlijk niet. Uh, ik, ik was voor mezelf sowieso al toe aan, aan een nieuw avontuur, denk ik. Uh, dat was ook bekend bij de club. Ja, ik weet niet hoe dat precies uiteindelijk naar buiten gecommuniceerd is, maar dat maakt ook niet zoveel uit. En, uh, ja, ik was toen aan iets nieuws en daar, heb ik, uh, daar ben ik vol voor gegaan toen. Dat nieuwe avontuur, dat was in Italië bij, bij Lecce, hoe was het voetballen daar in Italië? Uh, ja, ik kan wel zeggen dat je in één keer in een hele andere wereld terechtkomt. Uh, er komt veel op je dak, uh, veel nieuwe dingen, een hele andere cultuur. Uh, ja, het voetbal is daar een stuk behoudener dan in Nederland, durf ik wel te zeggen. Maar uh, ja, dat was voor mij alleen maar mooi om uh, daar nieuwe dingen te leren. Het was ook succes, want de ploeg promoveerde. Nog een jaar Italië. Zat dat er niet in of wilde je zelf weer wat anders? Nou ja, ik denk eigenlijk een beetje van beide. Ik, uh, van de club werd wel uitgesproken dat, uh, dat ze graag wilden dat ik bleef. Uh, ik, ik heb gewoon een goede voorbereiding achter de rug gehad, alles meegedaan. Uh, en op een gegeven moment merkte je wel van. Ik zit er wel bij, maar ik voelde me op dat moment niet echt gewaardeerd. En wat dat betreft had ik wel zoiets van. Natuurlijk is het mooi om de Serie A in te gaan, maar uh, ja, uiteindelijk, als je tien minuten aan de kant zit, dan begint het toch te kriebelen. En ik had zoiets van: Ondanks dat ik niet weg hoef, had was zoiets van: ik ben, ik ben klaar voor iets anders. En uh, ja, toen kwam Ado. Toen dacht ik: Dat is het. Ja, want Ado had jou wat langer in het vizier. Er waren ook nog wat andere clubs geïnteresseerd. Je koos voor Ado. Waarom? Um. Ja, eigenlijk had ik meteen een goed gevoel bij. Ik, sprak met de, ik heb met de trainer gesproken, ook met Jeffrey natuurlijk. En uh, ja, een van de dingen die me ook aansprak was is dat Ado gewoon een stabiele club is. Uh, ook over de laatste jaren goed gepresteerd. En uh, ja, ik hoop daar dit seizoen nog vervolg aan te geven. De concurrentie bij Ado, zeker op middenveld, is, uh, is niet gering. Maar ja, concurrentie daar ga je niet uit de weg. Nee. Uh, ja wat ik net al zei in een ander interview ik denk dat dat juist uh, alleen maar goed is uh, dat zie je altijd bij, bij sterke ploegen uh, dat de kern gewoon groot is en dat iedereen elkaar zo scherp houdt dus ik denk uiteindelijk dat dat uh, alleen maar belangrijk kan zijn in positieve zin en uh, ja ik heb er zin in om die strijd aan te gaan nog even de vraag of je speelgerechtigd bent stel dat dat lukt ja, het zou toch wel zijn om in een volle kuip speelminuutjes te maken ja, natuurlijk. Het is altijd mooi om in een volle kuip te spelen. Maar, uh, ja, natuurlijk, mijn eerste minuten voor Ado, dat zou helemaal mooi zijn. En, uh, ja, anders een uh, thuis debuut, dat is ook uh, een mooi moment om te debuteren. Dus, we zien het wel.